Zo, Joris Niels hier in de camper na het EK in Namen. Vierde plaats, mogen we dat een verrassing noemen? Voor mezelf eigenlijk wel, ja. Vooraf had ik het voor getekend en had ik het ook zeker niet verwacht. Maar als ik dan ook wel weer kijk naar hoe ik hier altijd gereden heb, dan is het wel gewoon een parcours die me ligt. En ik merkte heel erg dat er zit gewoon heel weinig verval op per ronde bij mij. Maar vooral door de start. En ik zal eerlijk zeggen, al halverwege de wedstrijd had ik ook zeker nog niet door dat ik top 5 ging rijden. Was het eigenlijk een groepje met heel veel renners die bij elkaar liggen. En inderdaad, zoals je zegt, de rest krijgt toch te maken met een verval. Is het dan jouw inhoud van de weg dat hier het verschil maakt, zeg maar, om vierde te worden? Ja, uiteindelijk denk ik toch wel. Ik merkte vooral op de echte langere rechtstukken, de langere klimmen, dat ik net wat meer over had. Vergeleken met veel renners om me heen. Aan de andere kant kan je ook zeggen, jouw seizoen is nog niet lang bezig. En in name goed zijn is dan toch zeker niet vanzelfsprekend. Nee, daarom helemaal niet. We gingen dit seizoen eigenlijk ook echt in van, oké, we gaan het hele seizoen aankijken hoe het gaat. Elke mooie uitslag is meegenomen. En ik heb eigenlijk vorige week ging ook al veel beter dan verwacht. En nu ook weer. Dus ja. Heb je plezier in het veld? Ja, enorm. Echt enorm. Ik merk ook echt sinds lange tijd dat ik echt weer zenuwachtig ben voor de wedstrijd. En dat zegt me toch wel veel. Zeker als het dan gaat regenen, komt zeg maar het kind dan naar boven in jou? Vind je dat extra leuk dan als dan van die zware omstandigheden zijn? Vooraf zat ik wel inderdaad te zeggen van ja, ik hoop echt dat het nog gaat regenen. Maar halverwege vervloekte ik het ook wel een beetje omdat ik merk dat mijn techniek nog niet optimaal is, zeg maar. Dus ik schuine kant een paar keer echt lang moeten lopen en dat ging nog niet heel lekker. Maar ik vind wel ook dat het erbij hoort. Is dan iets wel waar je misschien nog aan gaat werken dan samen met Sven en andere trainers om die techniek dan nog maar wat beetje bij te schuiven? Ja, toevallig. Ik had net even met Paul gebeld ook. En die zei ook van ja, daar moeten we echt nog even aan gaan werken. En dan is er gewoon nog heel veel meer mogelijk dan wat je nu laat zien. Omdat het qua kracht en qua souplesse zit het eigenlijk wel goed. Alleen maakt gewoon nog te veel fouten onderweg. Voor de rest van het seizoen dan, gaat het dan vooral dit seizoen over plezier maken en stilaan beter worden of heb je echt specifieke ambities? Eerlijk gezegd is mijn ambitie om gewoon heel veel te leren. Dit hele seizoen echt te leren van een Sven, van een Paul, van een Lars, van iedereen om me heen. En echt een ritme doen, opdoen. Elk weekend. En we hopen echt volgend jaar weer vooraan mee te doen. Dus dat, ja, dit is wat ik zei, allemaal mooi meegenomen. Maar we hebben nog steeds de ambitie om echt langer termijn te denken. En deze ploeg bij Oase Turk Line is dan echt wel de juiste omgeving daarvoor om stilaan te groeien, zeg maar? Denk ik wel. Denk ik wel, ja. Je voelt je goed hier? Ja, zeker. Enorm. Het is allemaal wat kleiner. En dat voelt wel familiair aan, merk ik. En dat vind ik wel prettig. Oké,